Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we een paar wolken ten noorden van de Waddeneilanden. Verder is het hele land wolkenvrij. Dat betekent dus dat we stralend zonnig beginnen. En zo blijft het ook de hele ochtend. Volop zonneschijn, temperaturen die opkrabbelen van 4, 5 graden vroeg in de ochtend naar 10, 12 graden, zo rond de 10, 11 uur. Vanmiddag ook nog volop zonneschijn, maar ook een paar kleine stapelwolken. Blijft overal droog. De temperaturen dan 13 graden in Groningen tot 15 in de, het westen. Ook vanavond nog droge omstandigheden, kraakheldere lucht, maar nog wel steeds die stevige wind uit het oosten tot noordoosten. Windkracht 3 tot 5 is die de hele dag vandaag. Morgen wordt die infractie minder, 3 tot 4 boven. Voor. Vroeg in de ochtend is het nog helder, maar daarna komen er vanuit het noordoosten wolkenvelden opzetten. Verwacht wel dat er af en toe ook nog wat zon bij zal zijn. Vrijdag kan er in het zuidoosten misschien een spatje regen vallen. Is nog niet helemaal zeker. En in de rest van het land houden we hetzelfde weerbeeld als de afgelopen dagen. Dus een mix van wolken en zon. En dat geldt ook voor zaterdag en zondag. Heel lokaal misschien een buitje en temperaturen onder de 15 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.